Goedemorgen, het is nu kwart voor acht 's ochtends. Zoals jullie zien is het hartstikke donker hier. Pas tegen 9 uur dan is het een beetje licht. Het is wel al heel erg druk op straat. Iedereen gaat naar zijn werk of naar school. Maar voor de Marokkaanse cultuur is dit best wel rustig. Overdag is het veel drukker natuurlijk. Het leeft hier zo'n beetje aan het eind van de middag en 's avonds. Dan zijn de straten hartstikke vol. En nu begint het zo langzaamaan op gang te komen. Ik begrijp wel dat de bewoners moeite hadden met dat uurtje wat niet verschoven werd. Want nu moeten ze allemaal in het donker naar hun werk of naar school. En dat is best wel pittig met deze drukte. Ik sta bijvoorbeeld op een zebrapad, maar die krijgt gewoon geen voorrang. Dus het is eigenlijk oversteken met gevaar voor eigen leven. Ik ben er bijna nog, ik denk 5 minuten of zo. De veiligers die staan al klaar. Wat dat betreft is de buurt wel goed beveiligd. Op elke paar meter staat wel een beveiliger. Ook het pand binnen is goed beveiligd. Op zich is dat wel hartstikke fijn natuurlijk. Meerdere ploegen, 3 ploegen als ik het goed heb. En, de rokers staan al buiten, want ook hier mag men binnen niet roken. Dus iedereen die rookt, die staat buiten te roken. Er zijn best wel een hoop rokers hier, zoals je ziet. Ik ben slecht van bestemming aangekomen. Ik wens jullie allemaal een fijne dag. Doei.